Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Branded by Matthijs. Zou het zo kunnen zijn dat jij deze video bekijkt en nog geen abonnee bent van mijn YouTube kanaal? Geen probleem, kun je oplossen. Klik even op abonneer en zorg ervoor dat je geen enkele video mist, want er komen er sowieso 2 in de week online, net zo goed als de podcast. En daarnaast komt er nog allemaal andere toffe video's bij. Dus abonneer je, dan blijf je op de hoogte en zul je ook op de hoogte worden gehouden als we op vrijdagochtend opnieuw live gaan. Want daar wil ik je ook even over bijpraten. Ik ben een nieuw concept gestart, dat heet Friday Live. En tijdens Friday Live ga ik met diverse ondernemers in gesprek. Kwartiertje, 20 minuten, direct to the point. En gaan we kijken of wij ook daar weer zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren en motiveren het maximale uit zichzelf te halen. Dus lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan even aan op matthijskok.com/live. En lijkt het je leuk om te kijken? Volg me dan, want we gaan op zoveel mogelijk social media kanalen tegelijk live. En je kunt me dus volgen via de handle Ask Matthijs. Welkom bij de Branded by Matthijs podcast. De podcast over branding, ondernemerschap, bedrijfscultuur en de zoektocht naar succes. Zo, hallo luisteraars en kijkers van de podcast Branded by Matthijs. Wat ontzettend leuk dat jullie ook deze week weer meedoen. Ik heb een hele speciale en leuke gast vandaag en dat is namelijk Ingmar. Hallo Ingmar. Hoi Matthijs, goeiedag. Hallo. Zou jij jezelf eens willen voorstellen voor de mensen die kijken of luisteren? Ja, ik ben merkstrateeg en ik vind digitaal interessant. Dus hoe bouw je merk in de digitale tijdperk? Zo, bam. Maar gelijk relevant, ja. Zeg maar. Ja, maar dat is mijn essentie. Kijk, dat is de essentie van een stratege, weet je. Die moet dingen plat kunnen slaan. Ja. En ik vind dat stratege dingen vaak zo ontzettend ingewikkeld maken. Hè? Want hoe ingewikkelder het woord, hoe groter de factuur. Ja. En ik probeer juist dingen heel simpel te maken. Dus vandaar dat ik me hierop getraind heb. Nou, wat goed zeg. Dus merkstratege. Wat houdt het zijn van een merkstratege in? Voor jou? Ja, ik denk in essentie gewoon van hele complexe vraagstukken voor merken eenvoud maken. Ja. Ja, dus al die dingen die tegenwoordig op een merk afkomen, hoe kun je daar simpele dilemma's van maken en hoe kun je volgens de beste optie kiezen? En het tweede, en daar ben ik iets niet traditioneel in, denk ik, ook die keuze tot leven brengen. Dus ik geloof heel erg in prototyping. Ja. Het is niet heel moeilijk, vind ik vaak, om in een PowerPoint allerlei slimme modellen en termen te gebruiken en dat iedereen denkt, nou, weet je, hier is goed over nagedacht. Ja, deze meneer heeft er verstand van. Ja, precies. Ja. Ik zie allerlei pijltjes en dat soort dingen, maar wat betekent dat dan? Hè? Dus als ik zeg, ons merk moet eigen tijds worden of een challenger worden of wat dan ook, dan klinkt dat super logisch, maar doe je ogen eens dicht en wat zie je dan voor je? Dus ik heb een soort nadeel en voordeel. Mijn voordeel is dat ik redelijk kan schetsen, redelijk kan copywriten, redelijk zelfs kan programmeren en 3D'en. Ja. Maar het nadeel is dat ik daar zeker niet de beste in ben. Dus binnen de definitie prototyping lukt dat. Hè? Dus ik probeer zo snel mogelijk door mock-ups te maken, door schetsen te maken, wat dan ook, de strategie tot leven te brengen. Waardoor je eigenlijk 2 dingen ziet. Dus dat ineens de mensen die erbij betrokken zijn, hebben van, oh ja, weet je, nu snap ik het. Ik begin nu al te voelen waar die woordenstrijd over gaat. Dit is een nieuw elan voor ons merk. Ja. En je kunt het testen. Dus je kunt intern gewoon zeggen van, wat vind je mooier als we de app zo benaderen of zo? Of als we onze reclame zo benaderen of zo? Of wat dan ook. Of onze productontwikkeling. Je maakt het gelijk. En dan krijg je wat agile is. Hè? Dus veel as quickly as possible. Ja. Dus dat is wat ik in de baan. Graaf zeg. Dat doe je vanuit je eigen bedrijf? Ja. Ik heb een BV met 1 iemand in dienst. Dat ben ik. Dus ik heb een eigen baas en ook mijn eigen secretaresse. Ja. Nee, ik heb vroeger met een aantal andere mensen een echt bureau gehad. En al in 2003 dacht ik ineens, ik ga iets heel spannends doen. Ik ga die BV die er toen bestond, dat heette Mountview Participaties. Ja. Daar zaten onze aandelen in. Ik ga die gewoon eens als een soort van trucje. Nou, niet eens een trucje. Ik ga gewoon eens kijken of ik daar 3 weken of 4 weken mee wegkom om mezelf op die manier te presenteren. Want ik dacht toen van, klanten die willen gebouw, die willen mensen, die willen teams. Als 1 pitter lukt dat vast niet. Nee. Nou, 2003, 17 jaar later, werkt dat nog steeds. Ja, werd ik nog steeds niet tot de mat gevallen. En ik betrek er wel allerlei andere mensen bij, hoor, en bureaus. Dus het is niet dat ik alles in eentje doe. Maar ik geloof gewoon dat in de digitale tijdperk die fysieke structuren niet per se noodzakelijk zijn om iets... Het gaat om het verbinden, hè? Ja. Het gaat om het hebben en het kennen van de juiste mensen, kennis bij elkaar brengen. Ja. En als jij degene bent die daarin de juiste stappen, juiste mensen kent, de juiste stappen weet te zetten, dan ben je spekkoper, denk ik.
Nou ja, en ik zeg soms wel eens, en dat komt misschien door mijn gekleurde visie, dat mensen die heel goed zijn, of teams die heel goed zijn, uiteindelijk voor zichzelf gaan en niet binnen een grote structuur blijven hangen. Helemaal mee eens, ja. Ja, dus ik denk soms wel dat je op deze manier de betere mensen aan je kunt binden. En het is niet zo dat kijk, dan werkte ik in een team. En dus wat de vraag ook was, het antwoord was het team. Ja. Omdat het je businessmodel. En nu kijk ik bijvoorbeeld, stel dat je met een vormgever of een programmeur of wat dan ook werkt. Het enige waar ik echt naar kijk is van ik wil hem diegene niet vragen, kun je ook zoiets? Nee, jij doet altijd dit. Dit is jouw talent. Hier ben je gepassioneerd in. Ja, kun jij exact dat ook voor mij, weet je? Ja. En die zoektocht, daar zit veel energie in. Ja. Maar als je dat helemaal hebt, dan heb je ook iets. Dan heb je een heel mooi team, ja. En ja. Heb je daar ook last van gehad in de zin van door deze hele crisis, dat je daarin ook opdrachtgevers bent kwijtgeraakt? Hè? Want dat is dan zeg maar de zekerheid die men zoekt of vindt in een loondienstrol. Ben jij dan als ondernemer ook hierdoor getroffen, even gequote? Ja, zeker. Ik merk het zeker. Het dubbele vind ik alleen dat het begin van mijn jaar is heel goed geweest. Ja. En toevallig had ik een aantal opdrachtgevers waarvan het een beetje aan het teruglopen was. Ja. Dus ik had me net voor de coronacrisis voorbereid op het feit dat ik het rustiger zou krijgen. Als ik eerlijk ben, ben ik heel lui geweest in acquisitie, omdat het eigenlijk redelijk vanzelf ging. Het was een luxe. Veel gehoord bij ZZP'ers, hè? Ja. En wat mij altijd ongerust maakt, is dat ik dacht, ik zeg altijd tegen marketeers dat een merk zichtbaar moet zijn. En ik ben zelf de afgelopen jaren totaal niet zichtbaar geweest, omdat het ging prima en ik vond het ook wel even fijn en uit die heigerigheid van social media te zijn. Ja, even in de luwte. En dus ik had me net echt letterlijk, want je kunt dat zien, dat nieuwe blog, merkstrategiebureau, was ik echt letterlijk begonnen een paar weken voor de coronacrisis. Dat ik dacht, nou, dat vind ik wel weer interessant om daar meer wat aan mijn eigen zichtbaarheid te doen. Ja, precies. Ja, ja en dus dat is een beetje samengevallen. Dus ik denk dat het feit dat ik het nu wat rustiger heb, want ik heb gewoon nog project hoor, maar iets rustiger dan normaal, niet per se door corona komt. Ik denk wel dat normaal word je dan van links en rechts weer gebeld van toevallig valt er dan weer net iets op zijn plek. Ja. En dat gebeurt nu niet echt. Dus ik ben wel benaderd weer, maar die zeggen ja, we zouden het heel graag met je doen, maar dit is even niet het moment om zo'n beslissing te nemen. Nee. Dus ik merk dat even focus hebben op andere dingen? Overleven. Dus ik denk wel dat er een hoop bedrijven op dit moment zijn die gewoon zeggen ja, we moeten gewoon overleven. En de mate waarin dat echt zo is. Ik denk wel. Ik denk dat iedereen. Ik weet niet hoe je dat zelf als privépersoon ervaart. Maar ik, toen de coronacrisis begon, dacht ik van. Nou, ik ga nu even heel rustig aan met geld doen. Ja. Puur als een soort impuls. Niet omdat ik een crisis had of zo. En toen zat ineens iedereen weer op zijn terrasje. En toen dacht ik, oh ja, ik schiet weer terug in mijn oude reflex. En ik denk dat bij bedrijven ook zo is. Hè? Dus je hoort crisis en dan is de automatische reflex, even rustig aandoen met de uitgaven. Ja, precies. Ja. Wat mij juist daarin opviel, bij ons niet hoor, want wij zijn eigenlijk dezelfde ermee omgegaan zoals jij nu schetst. Alleen wat ik om me heen heb gezien is, weet je, het was natuurlijk online. Ja. Overal elke dag Black Friday de laatste maanden. En dat zie je juist nu een beetje afnemen. Ja, dus mensen zijn juist heel veel gaan uitgeven, heb ik het idee. Of er werd juist zoveel ook offline uitgegeven. Dat kan natuurlijk ook en dat verschoven naar online. Ja, je bedoelt omdat er zoveel aanbiedingen waren, dat mensen verleid werden om op korte tijd te gaan. Nee, überhaupt, dat mensen gewoon heel veel geld aan het uitgeven. Weet je, ze gingen allemaal thuis aan de slag, rijden dik bij de Hornbach voor de deur. Ik heb een aantal klanten die zitten in die huistuin en keukendingen. En daar wordt gewoon echt heel veel geklust, besteld. Ja. Ik heb één klant, dat vooral ook wat verminderd is nu, maar die zit in de joints en de blauwe artikelen. Ja. Die gaan ook heel goed, kan ik je vertellen. Ja, je moet toch wat als je alleen thuis zit. Ja, precies. Ik denk dat wat jij noemt, ken ik wel hoor, dat de verschuiving naar de Zoom-achtige activiteiten en online dingen en praktische aankopen, dat die wel omhoog zijn gegaan. Die hebben wel schut gekregen. Ja. Ik weet niet of dat representatief is voor de economie in zijn geheel, hè, want er zijn toch ook wel heel veel dingen echt
ingezakt. Ook klanten van mij waarvan ik dacht, financials, van, nou ja, die zijn toch redelijk stabiel in dit soort periodes. Terecht of onterecht ook in een soort mode zitten van, oeh, even rustig aan nu. Dus, maar ja, weet je, tegelijkertijd gaan ook heel veel dingen ook weer door, vind ik. Dus nogmaals, het is ook zeker niet dat het bij mij stilstaat, hoor. Nee. Ik ben ook nog met allerlei dingen bezig, maar ja, je merkt wel dat het rustig is. Ja. Oké. Okay. Nou ja, en voordat ik nou echt ga met jou ga de diepte in ga, hè, en met jou over branding ga hebben. Vertel eens nog wat over je, hè, want je hebt dan verteld, je bent ondernemer en je bent dan nu voor jezelf begonnen en je zit in je eigen holding als enige personeelslid. Ja. Heel herkenbaar trouwens, zo zit ik nu zelf. Als we het nou met jou over branding gaan hebben, hè, wat is dan jouw kennis en ervaring op dat vlak? Nou ja, ik doe het al heel lang, hè? Dus ik ben altijd een beetje vanuit een soort niet-traditionele, innovatiegerichte hoek bezig met merkbouwen. Vroeger was dat guerrilla marketing en experience marketing en dat soort dingen. Ik heb een fundamentele haat-liefde verhouding met wat ik doe. Dus wat ik super interessant vind, dat marketeers of merkbouwers in staat zijn om van een idee een fenomeen te maken. Dus wij verzinnen iets, wij denken door corona is er een behoefte aan iets. Dat kan een goed doel zijn of dat kan een commercieel product zijn. En dat gaat van een abstract idee naar een fenomeen waar andere mensen iets tofs mee willen doen. Wij zijn in staat die magie te bouwen. Dat vind ik super tof. Maar ik haat echt dat heel veel merken dat proberen te doen door mensen te interruperen of dingen te roepen die niet waar zijn. Hè? Dus het roeptoeteren, het spammen en al die dingen. Dus ik heb altijd, als ik heel, heel eerlijk ben, vanuit passie en overtuiging gesteld dat merken niet moeten zeggen, maar dingen moeten doen. Nou, en dat was vroeger altijd van, wat een leuke gast en wat een interessant verhaal. En we gaan nu weer terug naar de dagelijkse realiteit. Hè? Dus je kan er heel veel voorbeelden van laten zien. Maar het nadeel was daarvan altijd dat de dingen doen niet zo schaalbaar was als de dingen roepen. He, dus een campagne kon honderdduizenden mensen bereiken binnen een split second. Maar een service of zo, of een product, nou, niet. En wat denk ik digitaal fundamenteel heeft veranderd, is dat doen extreem schaalbaar is geworden. He, dus neem een simpel appje. Ik gebruik altijd het voordeel van bijvoorbeeld van een hotel. Een hotel dat in Australië zit, kan via reclame tegen jou zeggen: wij beloven jou, Matthijs, als jij de halve wereld rondvliegt, dat we je gastvrij gaan behandelen. Dat kunnen ze op een hele leuke, lieve, aardige, verleidelijke manier doen. Maar ze kunnen, mijn punt is zeker niet dat dat niet werkt. Maar mijn observatie is wel dat blijft bij beloven. Terwijl ze met een appje kunnen ze net zoveel mensen, of misschien wel meer mensen in ons bereiken. En dan kunnen ze zeggen, ja, je kunt heel makkelijk inchecken. Je kunt tips doen, whatever. Dan kunnen ze iets doen. Ze kunnen voor een hele grote groep mensen daadwerkelijk iets doen. Waardoor je in mijn beleving ziet dat er, zeker in het begin van het digitale tijdperk, heel veel merken groot zijn geworden doordat ze disruptief dingen deden. Dus dat maakt niet uit wat je, of de auto rijden, taxis, vakanties, hypotheken, waren challenges die zeiden, wij doen heel primair het sneller, simpeler, goedkoper of wat dan ook. Waardoor ze growth hacking, word of mouth en al dat soort principes konden gebruiken, waardoor ze minder afhankelijk waren van dat blaren en dat roeptoeten. En dat vind ik fundamenteel super interessant. En daar zijn allerlei nuances over in aan te brengen en kritische opmerkingen over te maken, waar we het straks over kunnen hebben. Maar ik geloof dat is wel mijn fundamentele overtuiging, dat ik merkbouw vooral leuk vind als het gaat om dingen doen. Niet alleen maar om roeptoeteren. En ik ontken echt niet dat het slim preframen en het slim benoemen, net zoals ik mezelf net probeerde duidelijk uit te leggen, super belangrijk is. Maar uiteindelijk bouw je een reputatie, want dat is een merk, door de dingen die je doet en niet door je dingen die alleen maar loopt te vertellen. Die je zegt. En daar gaat het denk ik nog heel vaak mis, hè? Tenminste, dat is wat ik zelf ook mee krijg. Het is moeilijk, hè? Het is, kijk, ik kan heel makkelijk dit tegen jou zeggen, maar ga er maar eens aan staan. Ga maar eens. Wij kunnen best nu even een reclame voor een hotel verzinnen waarvan het hotel zegt van, wij zijn gastvrij. Of het goede creativiteit is of niet, laat ik even in het midden. Maar het is niet heel moeilijk om de boodschap te communiceren. Maar kom eens maar met een innovatie, een digitale innovatie, waarvan jij als gast zegt, dit is wel een heel gastvrij hotel. Dit ging wel heel seamless. Dit ging wel heel origineel. Ja, maar ik denk überhaupt dat het al begint bij, als je dan inderdaad iets belooft vanuit je merkpropositie of vanuit je merkwaardes,
zorgt er dan ook voor dat je daar je mensen in meeneemt en dat je daar een bepaalde cultuur intern omheen bouwt die ook in lijn is met wat je roept doet. Nou ja, dat is natuurlijk wat merkbouw veel meer geworden is. En dat is ook waarom de term heel diffuus geworden is op een gegeven moment. En heel veel partijen denk ik niet eens meer zien als merkbouw. En maar customer journey, transformatie, interne cultuur, service proposities. De bedrijven als Coolblue zijn daar een goed voorbeeld van. Ja. Die hebben 500 miljoen omzet behaald zonder reclame te gebruiken. Nu doen ze het wel, maar destijds puur door mensen gewoon goed aanleiden. Ja. Ja, dat is super interessant en dat is denk ik heel fundamenteel. Ja. Waardoor onze branche natuurlijk ook enorm aan het veranderen is. Ja, wat zijn de grootste veranderingen als we daar eens op doorborduren? Nou ja, dus ik denk een aantal dingen. Hè. Dus precies wat je zegt, toen ik hiermee begon, had je gewoon, wat ik zeg, de reclamebureaus. En die maakten campagnes. En dan had je mensen zoals ik of wij, die zeiden, ja, maar het kan ook anders. En wij gingen bijvoorbeeld, wat ik zei, met Doria marketing of event marketing of experience marketing. Van zeiden bijvoorbeeld tegen, bijvoorbeeld Honig. Nu praat ik echt heel vrij lang geleden. Of van, jij wil eigentijds zijn rond zoep. En dat dingen. Nou, dan kun je een hippe commercial maken. Dan wist je dat in Londen en New York het fenomeen soepshop heel populair is geworden. Dus dat is onderdeel van jongerencultuur. Ja. Waarom begin je niet een soepshop? Waarom laat je niet zien dat je eigen tijds bent in plaats van dat je een communicatie maakt? Ja. Nou, inhoudelijk is dat hetzelfde als waar ik het nu over heb. Maar je moet mensen die heel goed zijn in het maken van commercials en bereik kopen, die worden ineens winkeleigenaar. Dat is extreem een verschil. Ingewikkeld, ja. Ja. Nee, ja, net als andersom overigens, hè? Ik bedoel, winkeleigenaren die ineens online of ineens iets over een merk moeten gaan vertellen, is ook vaak dezelfde drempel. Super moeilijk. Ja. En wat ik zeg, digitaal heeft dat wel gewoon veranderd. Hè? Dus dat die schaalbaarheid van elke inderdaad met een ander model komen, denk ik, heel erg veranderd is. Dus ik denk dat veranderd is. Dat is dus hoe je merk vormgeeft, niet meer per definitie draait om media in te kopen. Maar ja, wat ik zeg, disruptief zijn, anders dingen doen. De Elon Musk-achtige extreme van, ja, we doen dingen alles anders. Ja. Daardoor bouwen we een merk. Ja. Natuurlijk de conversiegerichtheid van digitaal, de data-gedrevenheid van digitaal, die heeft denk ik merkbaar ook wel veranderd. Ja. En sterker nog, en gelijk maar even zo, woep, een stelling erin te gooien. Ik denk dat heel veel afbreuk doet aan merkbouw. Hè? Dus ik denk dat conversiegerichtheid veel te ver is doorgeschoten. Je krijgt hele extreme situaties waar gewoon echt aantoonbaar met de ene niks meer met het andere te maken. En komt dat vanuit het model en de manier waarop we nu de economie hebben gestructureerd? Hè? Want de dingen die ik daarin tegenkom, het gaat altijd om aandeelhouderswaarde. Ja. En aandeelhouders zijn vaak maar korte tijd aan boord, want die willen snel geld verdienen. Die willen snel rendement maken op hun investering. Wat er eigenlijk ook voor zorgt, dat er heel vaak keuzes worden gemaakt die afbreuk doen aan het merk. Ja. En dat er ook niet wordt geïnvesteerd in het merk, omdat het voor de aandeelhouders die op dat moment aan boord zitten helemaal niet relevant is hoe het bedrijf er over 5 of 10 jaar voor staat. Ja, ik denk dat je daar de spijker op de juiste plek vindt. Kop slaat. Ja, ik begon met een uitspraak. Ik was er gewoon iets anders te denken. Nee, ik denk dat je 2 ontwikkelingen hebt die jij heel goed beschrijft. Het is een van die duik jij heel goed aan. Hè? Dus merken worden vaak gezien als logo's. En ik zeg altijd, merk is een ezelsbruggetje in het hoofd van de mens. Hè? Ja. Dus wij maken allerlei beslissingen per moment, klein en groot. En we hebben daar hulpmiddelen voor nodig. Ja. Dus ik weet weinig voor auto's, maar ik weet waar het logo van Mercedes voor staat. Ik vertrouw dat. Ja. En het kost tijd om zo'n ezelsbruggetje in het hoofd van mensen te krijgen. Hè? Dus je kunt een merk ook vervangen door het woord reputatie. Weet je, puristisch gezien klopt dat niet helemaal. Maar voor de discussie maakt het wel makkelijk. Ja. En ja, iedereen weet, een reputatie komt te voet. Dus het kost gewoon tijd om een reputatie te bouwen. En inderdaad, wat je zegt, veel organisaties gunnen zich daar de tijd niet voor. Nee. Als je dat doet, allerlei onderzoeken tonen aan, merken die sterker zijn met een betere reputatie, zetten meer om, maken meer winst, worden eerder gekozen. Hè, want zo zijn wij. Hè, bekend maken uiteindelijk de winst. Dus dat is de ene kant. Hè. Dus het duurt lang en hebben merken dat geduld. Ja. En het andere is natuurlijk dat het data-gedreven model de illusie geeft dat dingen extreem meetbaar zijn geworden. Hè. Dus als ik hier vandaag op klik, zie ik over 3 minuten
zie ik een gevolg. Ja. Nou, ik weet niet of je de onderzoeken van Nielsen hebt gezien, hè, waarbij ze vroegen aan mensen, wat denk je dat de correlatie is tussen kliks en effect? En daar hebben ze, dus kunnen mensen het merk herinneren? Is er een verkoopvoorkeur? Is er een verkoop gedaan? Etcetera, etcetera. Nou, ik zou het niet zo lullig doen aan jou om te vragen, wat denk je dat de correlatie is? Want dat raad je denk ik niet. Maar dit bleek minder dan 1% te zijn. Ja, ja, ja. Dus soms zelfs negatief. Hè? Dus wat je dan krijgt, even simpel gezegd, als ik de banner paars maak en ik laat hem knipperen met sterretjes eromheen, dan klikken mensen er eerder op. Maar waar ze op geklikt hebben, van wie, geen idee van. Nee. Is negatief. Ja. We zijn met z'n allen superveel dingen aan het meten. Onze managers of klanten zijn tevreden als we onze KPI's behalen. Maar ja, wat heb je nou uiteindelijk gedaan? Ja, wat zegt die KPI uiteindelijk over? Niks. Nee. Nou ja, sterker nog, dit is een negatief, er is soms zelfs een negatieve correlatie. En dat is best wel heftig. En er zijn nog allerlei van dat soort voorbeelden. Dus bijvoorbeeld het ster dat in de e-mus, had een artikel geschreven een aantal weken geleden, ik weet niet of je het gezien had, maar dat de gepersonaliseerde advertenties, dus door middel van cookies, letterlijk groot effect is nul. Ja. Wij worden helemaal gek gecookied en overal getracked. Ja. Maar dat heeft geen waarde. Nee. En, niet voor je merk, maar wel weer direct voor je conversie. Nou ja, de kop van een ster was letterlijk, hebben nul effect. Dus wat ze daarmee volgens mij bedoelen is dat als je een advertentie hebt die niet gepersonaliseerd is, dus gewoon met hagel geschoten, of eentje die wel gepersonaliseerd is, dat het effect, het verschil tussen 1 en 2 is niet aanwezig. Dus of ze zijn alle twee even goed of ze zijn alle twee even slecht. Slecht, ja. Maar de assumptie, hè, van digitaal zorgt ervoor dat je dankzij big data exact weet wie wat. Hè, een beetje de verkiezing van Trump met Cambridge Analytics als utopie daarvan. Ja. Ja, ik vind het heel fascinerend. Ja. Hoe zit dat dan? En ik zeg helemaal niet dat data niet belangrijk is, of dat personalisatie niet belangrijk is. In ieder geval die merkuitingen lijkt het niet zo heel erg aan effecten. Eraan bij te dragen. Nee. Ja, Oké, en ik kwam jou uiteindelijk op het spoor, omdat jij inderdaad inmiddels bent bij Merkvraag 14 in artikelen op Marketing Facts. Ja. En het artikel waar ik op aanging was eigenlijk, wat kun je doen op het moment dat je geen budget hebt? Mm. Super, lijkt me super interessant om even met je over te hebben. Ja. Want er zijn ontzettend veel ondernemers die dit ook zien, die dit horen, die denken, ja, weet je, ik wil wel, maar ik heb helemaal geen centen op dit moment. Of ik ben net gestart, of ik zit inderdaad nu even in een dipje. Wat te doen? Ja, en wat ik heel eerlijk ook als eerste zin en disclaimer een beetje zeg, van dat is natuurlijk lastig. Hè? Dus het hebben van heel veel geld is per definitie meestal nog makkelijker dan het hebben van weinig geld. Ja. Dus ik ga niet nu zeggen, van ik ga je nu in 3 minuten uitleggen, als je budget gehalveerd is, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Dat zal ongetwijfeld lastig zijn. Maar optimistisch gezien zijn er allerlei goede berichten. En de ene is meer mentaal. Hè? Dus ik geloof heel erg in claim advertising is a tax you pay for unremarkable thinking. Dus reclame is een soort belasting die je betaalt omdat je product niet bijzonder was. Ja. Met andere woorden, als mensen er niet vanuit zichzelf over gaan praten, als het niet zelf wordt opgepikt. Kijk naar Tesla. Ik onwijs veel geld aan hun marketing, maar geen gekochte media. Hè. Hetgene wat ze doen is per definitie al spraakmakend. Ja. Dus de mentale benadering, hoe je met merk omgaat, van wat als wij nu met z'n tweeën iets hebben verzonnen en wij gaan ervan uit dat we dat niet kunnen promoten met reclame. Dan zou jouw reactie waarschijnlijk zijn, ja, maar dan moeten we wel iets overtreffends doen, of we moeten iets bijzonders doen, of hè, we moeten roeptoeteren. In plaats van roep, nee, daar hebben we geen budget voor. Daar hebben we geen budget voor. Hè. Dus, dat kan wel, want je kunt ook roeptoeteren door inderdaad wat jij zegt, iets te roepen wat niet waar is, of waarin je inderdaad wel de eyeballs krijgt, maar uiteindelijk misschien niet het gewenste effect op je merk. Ja, je kunt gewoon, natuurlijk, Trump is daar een goed voorbeeld van, dat je gewoon zegt, ik ga gewoon hardcore ga ik erin. Ja. Dus zeker als je dingen scherper maakt, krijg je meer aandacht. Tony Chocoloni zei het recentelijk ook van wij hebben geen het niet maken van reclame daagt ons creatief uit. Ja. En dat vond ik daar een positief voorbeeld van, Tony's.
Ja. Maar dus door gewoon het, ja, het klinkt een beetje als een ontzettende open deur, maar door hetgene wat je doet aan, goed te doen, onderscheidende te doen, een goed product verkoopt jezelf, denk ik sowieso dat dingen, dat je minder afhankelijk bent van dat budget. Ja. Wat ik ook, en eigenlijk gaat het daar steeds meer over, hè, want je wordt veel meer een challengermerk. Een challengermerk is gewoon scherper. Valt de status quo aan, doet onwijs gefocust, precies op het ene puntje waar het bij de concurrentie pijn doet, daar leggen ze alles op neer. Ja. Zorg voor humor en door inderdaad wat spraakmakender te maken, doordat dat iets polariserend is, doordat hij iets empathisch is. En wat ik ook schrijf in dat artikel, wat ik altijd heb onthouden, is dat iets simpels als attentie, hè, dus aandacht voor de mensen om je heen en zelfs ja. voor je klanten. Ja. Coolblue is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. En Seppos vroeger ook. Hè? Die hebben, of KLM met de Surprise Service. Dit zijn allerlei voorbeelden van merken die met hele kleine, sympathieke gebaren. Een van de eerste voorbeelden hiervan was online Seppos. Waarvan de klantenservice een soort budgetje had om naar geheel eigen inzicht iets bijzonders te doen. En zo'n hele bekende is van iemand die zat te wachten. Die zei van ik heb een beetje trek. Ik wil zo'n pizza bestellen. Hoe lang duurt dit gesprek nog? En die medewerker bestelde stiekem een pizza en ineens zei die tijdens het gesprek wordt gebeld, pizza. Dus uit allerlei onderzoeken blijkt dat als je elkaar aandacht geeft, of je klanten aandacht geeft, of iets attents doet, dat het juist heel klein kan zijn, maar met een heel groot effect. Ja. En is dat dan ook niet de essentie, hè? Als we daar eens, als we het dan nu hebben, hè, over we zitten in een crisis, overal wordt het misschien gesneden in budget. Of in sommige gevallen heb je gewoon geen euro's op de bank, dus moet je creatief zijn. Ja. Is dan niet gewoon de boodschap waarin jij zegt van ik moet toch een soort disclaimer maken, want dat is niet zo makkelijk. Maar is het niet gewoon zo dat als je teruggaat naar de essentie van waarom ben jij er als merk en wat los jij op en ga daarover vertellen en gebruik de media die daarvoor zijn, zoals social media, zoals het uitsturen van een persbericht, zoals wat jij doet, het schrijven op grotere platformen als Marketing Facts en Immers. Het kost feitelijk gezien allemaal niets behalve tijd en gewoon eerlijk en op een authentieke manier je verhaal vertellen. Ik ben het hartstikke met je eens, weet je. En ik denk dat en nogmaals, reclame werkt. En er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van producten die super generiek zijn, maar met reclame toch een emotioneel onderscheid weten te maken. Dus ja. Het werkt. Maar je zou kunnen stellen dat marketeers daar extreem lui door zijn geworden. Nee, dus we doen niet heel veel moeite om hetgene wat we doen echt onderscheiden te maken. Ja. Nou, het roemtoeteren zorgt voor het onderscheid. En ik denk inderdaad gewoon als je gedwongen wordt, en dat is denk ik het goede van de crisis, om gewoon echt eens na te denken van wat is nou mijn toegevoegde waarde? Ja. In mijn geval ook. Ik kwam net voor de coronacrisis dus tot de conclusie, ik moet iets aan mijn zichtbaarheid gaan doen. Ga je ook nadenken, hoe doe ik dat? En ik moet eerlijk gezegd zeggen dat zoals je misschien gezien hebt, schrijven is voor mij zo hardlopen. Dus uiteindelijk doe ik het niet en daarom doe ik het 3 keer in de week. En dan ga ik als een dolle. Ja. Misschien straks met de blessure. Maar op het moment dat je ineens denkt van, ja. Een lamantje, ja. Ja. Er zijn allerlei onderzoeken die aantonen dat als jij aan je merk wil bouwen, dus je reputatie of dat ezelsbruggetje, dat het een half jaar duurt voordat het effect heeft. Ja. Ik heb letterlijk tegen mezelf gezegd, ik ga een half jaar lang iedere week een goed artikel schrijven, tenminste wat ik dan hoop dat goed is. Ja. Ga ik onwijs mijn best voor doen, dan ben ik onwijs kritisch naar, dat geef ik weg voor niks. In essentie, als je al die artikelen verzamelt, dan weet je ongeveer net zoveel als ik. Ja. Alleen, ik ga ervan uit dat als ik dat doe, dat tot iets leidt. Nou, en dan ook daar zie je een funnel in. Hè? Dus het is niet zo dat dan ineens klanten bellen. Maar op het begin merk je dat er niet zoveel wordt gereageerd. Ja, dan merk je dat er wat vaker op wordt gereageerd. Daaraan wordt het door mensen als jij benaderd, wat heel leuk is. Nou, dan krijg je weer een mail van, ik zou graag voor uw bedrijf willen werken, meneer Lange. Kan ik een van uw collega's worden? Ja. En op een gegeven moment loopt dat door. En dan merk je gewoon, en dat is ook, het is heel makkelijk voor mij om te zeggen tegen een merk van je moet je duidelijk positioneren, je moet iets opvallends doen, je moet spraakmakend zijn. Alles kun je 100% op jezelf toepassen. En je merkt dan dat het moeilijk is om het zelf te doen, maar als je het gaat doen en je houdt echt die regels aan, noem jezelf nou merkstratege. Ik vond het een vreselijke term, maar dan snappen mensen wat je doet. Ja. Leg uit wat je doet. Zorg dat al die artikelen die ik nu schrijf in een bepaalde context staan, waardoor jij nu denkt, oh ja,
Hij is ergens mee bezig. Ja. Hou dat vol. Ja, dan heb ik met... Ja, consistentie. Dan heb ik met 0 euro... ben ik nu aan een merk aan het bouwen. En dat werkt. En ik weet altijd dat ik over een half jaar... of over een jaar zeg... Oh, weet je, ik dacht toen dat het niks deed. Ik vroeger ook eens gedacht. Maar ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Want dat heeft het uiteindelijk een effect gehad. Ja, tof hè. Maar dat is dus echt dat, zo hè. En dat geldt denk ik voor grote en kleine merken. Als je maar... hoe moet ik dat nou zeggen? De kracht in jezelf kan vinden om het te doen en vol te houden. Maar ik denk dat dat, hè, wat jij zegt, als we het hebben over luiheid van marketeers, dat kunnen we natuurlijk over de hele linie en alle mensen heen leggen. Ja. Ja. Een heleboel van ons denken, we willen met een quick fix. En we denken in eerste instantie, hè, laat ik het lekker even vanuit mezelf benaderen. Ik ben nu, hè, ik weet niet of je het vanochtend gezien hebt, maar ik doe elke vrijdagochtend doe ik een livestream met gasten. Ja. En de eerste keer dacht ik, weet je, oh, dat knopje live, hè, dat was zo'n soort van holy grail. En op het moment dat ik daarop klik, nou, dan gaat er wat gebeuren. Ja. En je klikt op dat knopje live en er gebeurt helemaal geen zak. Je moeder kijkt mee. Ja. Goed gedaan. Nog niet eens, want die heeft helemaal geen zin in. Waar gaat het over, vent, wat lul je in de ruimte? Nee, maar snap je? Dus we denken er heel ingewikkeld en groots over. Dan drukken we uiteindelijk op die knop. Dan gebeurt er niks. En dan zie je dat, denk ik, in 98% van de gevallen binnen een week, misschien 2 maanden, iemand die echt zijn best doet, 6 maanden. En jij schetst het eigenlijk zelf ook al, hè? Je bent er een jaar mee bezig. En eigenlijk heb je nu al tegen jezelf gezegd, daarna weet ik dat het me wat opgeleverd heeft, dus wie weet stop ik er dan wel weer mee. Ja, ja. Doodzonde natuurlijk, hè? Want op het moment dat je ermee doorgaat. Ja, het is gewoon hard werken. En ik heb ooit een keer zo'n, en dat gaat niet per se over merk bouwen, dat ken je wel, dan had je een plaatje, hoe succes er van de buitenkant uitziet, en dat was zo'n pijl omhoog, en hoe wat het daadwerkelijk is, en dan en dat is het. Het is geen straight line up, en de vraag is, lukt het überhaupt, hè? Want het is natuurlijk altijd goed om wel bij jezelf na te denken, als je dan wel de doorzettingsvermogen hebt om maar door te blijven gaan, om dan wel na te denken over van, oké, als ik dan inderdaad nu al een jaar bezig ben en ik zet elke dag een video op TikTok en ik zit nog steeds maar op 600 volgers, dan moet je misschien hier wel even gaan nadenken of je dan inderdaad de juiste snaar raakt en of je de boodschap wel goed vertelt. Ja, dat is. Nou ja, ik moest denken, een vriend van mij, en ook dat, hè, want dat succes is natuurlijk zo arbitrair. Hè? Mm-hmm. Een vriend van mij die is 1,5 jaar geleden vanuit tussen aanstekens het niets, in Amsterdam een boutique wielren. Ik denk naar de shop. Hij repareert wielrenfietsen. Dus er zijn steeds allerlei hipsters, noem ik ze maar even, die heel veel geld overhebben voor een fiets. Voor die hele lift die fietsen. Ja. En hij zei, er zijn weinig mensen die daar echt gespecialiseerd zijn in reparaties. Hij heeft al, vind ik super knap, al zijn bal op het blok gelegd. Wow. Zegt, ik ga dat gewoon hardcore doen. Toen kwam de coronacrisis en ik moest echt vaak aan denken dat ik dacht, vaste lasten, huur, iemand die voor hem werkt. En ja, het gaat nu supergoed, want de sportscholen zijn dicht. En iedereen wil op de fiets. Ja, dus zo is het ook. Hè? Dus wat jij zegt, het kan best zijn dat jij met je TikToks super consistent bezig bent, maar net even in het verkeerde tijdsgewricht zit, net niet de juiste woorden gebruikt, net geen massa hebt. En dat is natuurlijk het interessante. En dan komt het hele moeilijke deel. Waar ga ik aan tweaken? Hoe lang hou ik vol? Wat pas ik aan? En daar is, denk ik, en dat vind ik zo leuk van wat wij doen. Dat fenomeen maken van idee, daar zit een stukje kennis in, maar er zit ook een stukje magie in. Ja. Hoe doe je dat? En ik ben zelf ook heel vaak de fout in gegaan en allerlei dingen waarvan ik dacht, dat werkt niet. Dat is gevaarlijk, hè, aannames doen in onze business. Dus dat is, Ja, maar weet je wat ik het dubbele vind? Is als je dan op een gegeven moment echt consistent die wetten aanhoudt. Ja. Op consistent zijn. Inderdaad, een cliché, maar op het tijdsgewricht inspelen. Ja. Volhouden. Het een beetje scherper maken. Nou, als je aan dat soort dingen blijft doen. Ja. Aandacht geven aan je relaties. Zo. Dan merk je wel, en ik hou het vol, dan merk je toch meestal wel dat er iets gebeurt. En als je achteraf terugkijkt naar iets wat niet werkt, denk je, en nogmaals, dat is altijd met de kennis van achteraf. Ja, dat was misschien niet
niet zo, dat was niet, ja, daar heb ik toch even een paar shortcuts gemaakt. Dan ben ik toch even eigenwijs geweest. Ja, dus ja. Wat ik net zei, ik in hand in eigen boezem, ik gebruik het vaak als voorbeeld. Ik noemde mezelf vroeger, toen ik in dat reclametijdperk een uitdager wilde zijn, out-of-the-box conceptontwikkelaar. Ja. Ja, dus wij waren toen letterlijk met winkels bezig en muziekfestivals en alles wat anders was, ja. Behalve reclame. En het was super tof. Mensen zeiden, ja, wat doe jij tof werk en ik zou het ook wel willen doen en jullie doen echt hele toffe dingen. Ja. Wat de fuck is een out-of-the-box conceptontwikkelaar? Ja. Wat is het ezelsbrugje in het hoofd dat mensen ineens denken, oh ik heb een out-of-the-box concept. Ja. Weet je, ik zei ja, maar en, want, maar, in mijn geval, en toen heb ik op een gegeven moment gedacht, ja, ik moet mezelf merkstrateg noemen. Dat gaat tekort, denk ik, aan wat ik doe. Ja. Maar dan snappen mensen in ieder geval wanneer ze kunnen bellen. Ja, heel belangrijk. Hè? En jij noemt dan inderdaad, hè, want laten we ze dan voor de luisteraars en voor onszelf nog eens even op een rijtje zetten. Hè? Consistentie, tijdsgewricht, zeg jij. Mm-hmm. Je hebt het over iets anders doen, hè? Dus opvallen op die manier. Ja. Welke mis ik dan nog? Ik denk dat de emotie... Nou, waarde toevoegen, hè? Waarde toevoegen. Emotie, ik denk dat dat een hele belangrijke is, hè? Dus het moet iets met mij doen. Ja. En ik denk dat... Ik had laatst, of helemaal in het begin van deze podcast, ook een gesprek met een contentstrateeg. En die zei ook van, ja, weet je, 90-95% van alle content die er wordt gemaakt, gaat op in een grijze blub. Ja. Ja, dat is één grote grijze massa. Dus emotie is ontzettend belangrijk, denk ik. Ja, ja, en dit maakt het ingewikkeld, mijn excuses. Maar ik bedoel, ik vind dan zelf emotie als output en niet als input. En wat ik daarmee bedoel, is dat Uber heeft iets heel functioneels gedaan met taxis. Hè? Namelijk gewoon, je ziet wie de taxichauffeur is, waar die is. Het halen wordt makkelijk. Je kunt hem rater, dat is een functionaliteit. Ja. In plaats van dat ze exact hetzelfde deden, maar zeiden, wij zijn de meest gastvrije, dus heel erg op de emotie campagne gaan. Ja. Maar hun functionaliteit doet iets in mijn hoofd, waardoor ik denk, leuker, fijner. Dus input is denk ik functionaliteit. Dus doe nou gewoon het beter anders dan de anderen. Ja. Zorg dat dat leidt tot een emotie in het hoofd. In plaats van, ik heb een product wat niet onderscheidend is, maar ik koop een emotie door middel van een celebrity of een influencer of met een eind. Ja, precies, daar kom je weer bij dat authenticiteit uit. Hè? Het moet geen gemaakte emotie zijn. Dus je moet, als het dan emotie is, precies. Ja, ik denk dat wel zo is. Ja, zeker. Ja. Maar het is bizar dat ik denk dat heel veel digitale merken zich dat niet, hoe raar het ook klinkt. Ik weet niet of je dat artikel gelezen hebt, maar ik denk dat merken dat niet, digitaal niet meer echt begrijpen. Hè? Dus er wordt nu heel veel uitgegeven aan Facebook, Instagram en Google. Ja. In mijn geval, ik ben merkstrateeg, serveer mijn banners uit. Ik doe dat niet, maar even in de regelen. Aan mensen die op zoek zijn naar merkstrategie en zorg dat ze op die banner klikken. Ja, kost. Gaat consumer acquisition kost, hè? Wat zeg je? Dat gaat snel in de papieren lopen. Ja, en wat je ziet, en dat vond ik echt een heel confronterend artikel, dat steeds meer merken dat doen. Waardoor de prijs enorm omhoog gaat. Hè. Dus in één jaar zijn die kosten 40% omhoog gegaan, omdat het natuurlijk gewoon een marktplaats is. Ja. En waardoor ze niet meer in hun reputatie investeren. Hè, dus eigenlijk heb je gewoon mensen, het voorbeeld dat gemaakt voor matrassen is misschien wat makkelijker, die totaal niets in hun hoofd hebben, hun ezelsbruggetje of reputatie, van ik moet die hebben of die, want ik heb van die wel vaak wat gehoord, van die komt heel... Nee, ik ben totaal leuk. Ik krijg een banner van die. Oh, ik klik gewoon, want die is 3 cent goedkoper. Of misschien een paar dollar goedkoper. Precies, ja. En wat je dus ziet, is dat die merken daar steeds meer afhankelijk van worden. Dat klantje kopen. Ja. Waarbij je kunt discussiëren of die conversie er überhaupt is. Hè, maar dat nieuws onderzoek. Ja. Maar dat in de coronacrisis was het voor die merken makkelijker om mensen te ontslaan dan te stoppen met die advertenties. Omdat er is geen reputatie meer. Dus als ik als merkstratege totaal niet bekend bent. De enige reden dat ze op mijn site komen is omdat ik die advertenties op het juiste moment door Google laat plaatsen. Ja. Op het moment dat dat stopt, komt niemand meer op mij af. Nee. He, dus die merken zien eruit als merken. Ze hebben mooie logo's en een mooie verhaal, maar eigenlijk bouwen ze geen merken. Want het merk zit in mijn hoofd. Ja. Zit helemaal geen verhaal. Super mooi, hè? En ik denk ook, weet je, als we het daarover hebben, hè, het gaat altijd om de race to the bottom, hè? En dat komt denk ik ook gewoon hierdoor, hè? Dus het is gewoon inderdaad altijd alleen maar, ik moet in shopping staan, anders ben ik er niet. Ja. Ik moet de laagste prijs hebben, anders kom ik niet bovenaan in mijn Amazon ads. Ja.
En ik denk echt dat we met elkaar toe moeten naar weer mooie merken die wat dat betreft iets doen met mij als persoon. Ja. Waardoor je, ja. En ik, volgens mij, dat voorbeeld hebben we nu al vaker ook voorbij horen komen in andere podcasts met mij, maar ook met jou nu, Coolblue. Ja, ik denk dat er heel veel van dat soort voorbeelden zijn van bedrijven die het wel kunnen. Die het echt, ja. Echt wegkomen met een hogere winstmarge. Omdat je gewoon echt een gaaf merk hebt gebouwd. Ja, want dat is wat een merk doet. Hè? Want daarom ben ik, de reden dat ik dat blog begonnen ben, Bureau van Merkstrategie, is letterlijk, ik was op Fris Licht, mijn andere blog, bezig met innovatie en digitaal, wat ik super interessant vind. Ik was, ja. Dat ging af en toe wat avant-gardistisch. Dat vind ik leuk. En toen wij op de werkvloer, om het zo maar te zeggen, kwam ik hele basale vragen tegen. Dus letterlijk grote bedrijven die zeiden, hebben wij wel een merk nodig? Ja. Waarom kost het je zoveel tijd om een logo te maken? Dus wat is nou, wat is dan een merk? Hè? Dus je merkte dat heel veel merken, mensen dat niet wisten, maar daardoor was het ook heel moeilijk om uit te leggen. De vraag was zo bazaal, dat mensen dachten, ik moet nu even schakelen. Ja. Wat, ja, nee, als ik tegen jou zeg, de aarde is plat. Ja. Noem jij nou eens een argument waarom de aarde niet plat is? Ja, ja Google Earth. Ja, maar dat is gemanipuleerde beelden, weet je? Ja. Dus waarom ik daarop aanhaak is omdat jij zegt iets heel fundamenteels. Merk zit er in het hoofd van mensen. Het is een ezelsbruggetje die helpt om mijn beslissing te maken. Reputatie. En wat zorgt een merk? Het zorgt dat mensen eerder voor jou kiezen. Dus er zijn allerlei matrassen of allerlei merken tegen of allerlei podcasts. Nee, maar ik wil die hebben, die van Thijs, want die is tof. Ja. En mensen worden minder prijsgevoelig. Dus dat kan zijn dat ze eerder meer doneren aan een goed doel of meer over hebben voor het ene pilsje ten opzichte van het andere pilsje, et cetera. Ja. Dat is wat een merk doet. Ja. Dus daarom een sterk merk zorgt ervoor dat een bedrijf gewoon meer winst maakt. Of een goed doel meer geld overhaalt. Of een podcast meer luisteraars krijgt. Ja, ja. Dat is niet het maken van een logo of een mooi plaatje. Of misschien zelfs een hele slikke website of slikke app. Allemaal belangrijk, maar uiteindelijk moet er iets in mijn hoofd zijn. Ik heb de overtuiging, als ik een goed matras heb, dan moet ik dat hebben. Of als ik online iets koop, ga ik... En iedereen doet dat, gewoon heel goed. En iedereen doet dat. Maar dat is ook op een moment, ben ik ook van overtuigd, ook op het moment dat het gaat om de laagste prijs. Ja. Zijn er mensen die toch denken van, oké, ik ga toch daarvoor, omdat... Weet je hoe vaak ik helemaal niet vanuit mijn ego de vraag krijg, is deze website wel betrouwbaar? Ja. Om maar even iets te noemen. Omdat het gewoon, het is allemaal mix. Je kent het niet, je hebt geen idee waar het over gaat. Ja. Dus mensen kiezen daarin echt altijd, denk ik, voor hetgeen wat het beste voelt. En dat leggen ze anders uit. Ja. Hetzelfde in sales trajecten. Op het moment dat iemand tegen jou zegt van, nou, ik kies niet voor jou, want we hebben iemand gevonden die in onze optiek beter of goedkoper kan. Ja. Dat zijn de woorden, die worden gegeven aan een gevoel wat heerst. Ja, nee, maar mensen zijn extreem irrationeel. Ja. En dat is natuurlijk een hele interessante discussie. En ik heb daar niet alle antwoorden op. Hè, maar bijvoorbeeld mensen als Scott Galloway die zeggen van merken worden minder belangrijk. Ja. Want er is Alexa en ik zeg tegen Alexa, doe mij nieuwe batterijen. En Alexa zegt, prima, ik heb de beste deal. Vind je dat goed, Ingmar? Ja, prima. En dan komt een generiek product. Ja. Dat is een beetje zijn stelling. Ja, ik denk dat er echt iets voor te zeggen is. De keerzijde is, als het waar is, hè, dus ik heb in die split second bijna geen, dat merk heeft bijna geen ruimte om mijn overweging te beïnvloeden. Dan doe ik precies wat jij zegt. Wat zit er in mijn hoofd? Hè? Dus is op dat moment duurder zelf erin geslaagd om mij te denken, oh ja, als ik batterijen kies, hè, wat een moet ik dat low involvement product is, moet ik wel die even erbij zeggen, anders krijg ik van die crap batterijen. Of zit er in mijn hoofd, ja, het maakt niet uit met batterijen. Nee. En als je met sportschoenen zal gaan, en Alexa zegt, ja, ik zorg wel voor het hardloopschoenen. Ik zeg, oh, wacht even, ik wil die van Nike of Essex of wat dan ook. Maar daar gaat het denk ik om. Hè? Dus je ervoor zorgen dat je inderdaad altijd top of mind blijft en juist met dat soort nieuwe technologieën altijd ervoor zorgt dat mensen jou, als de mooiste voorbeelden, je noemt er nu een paar, maar een beetje Luxaflex, noem het maar op, hè, Dopper. Ja. Allemaal merken waarvan je direct iets ziet van oké, dat is het. Of zelfs, het is inmiddels een werkwoord geworden, want het is, ik Google, dus het is niet meer een merk, maar het is een werkwoord. Ja, weet je, dat zijn denk ik de meest sterke en briljante merken die er zijn op deze aarde. Dat je op dat moment
denkt, ik wil een Duracell batterij en dat ook roept tegen Alexa. Daar moet het om gaan. Dus juist op emotie, juist op ervoor zorgen dat je in de top of mind blijft, wordt en blijft. Ja. Ja, ik vind die mooie van Kahneman. Hè? Thinking is to humans as swimming is to cats. They can do it, but they prefer not to. Hè? Dus wij zijn net met nadenken als katten met zwemmen. Katten kunnen prima zwemmen, maar ze doen het liever niet. Nee. Hè? Ja, iedereen denkt dat hij rationele beslissingen neemt. Hè? Je kent het cliché wel, hè? Van wat moet je doen? Je hebt een fles wijn van 5 euro en 15 euro. Nou, de meeste mensen kiezen dan die van 5. Ja. Wat moet je doen om deze meer te verkopen? Dan zet je er eentje naast. Sorry, ik heb geen 3 handen. Nee. Van 95 euro, waardoor ineens mensen voor die middelste gaan. Ja. De middelste optie, de decoy-effect. Dus wij laten ons extreem beïnvloeden door dat soort facetten. Ja, ja, ik had van de week ook nog een opname, of zelfs een podcast live gezet over persuasion. Ja. Dus je hebt persuasion, hè, dat je mensen gaat overtuigen van waarom ze dan jouw merk of product moeten kiezen. Maar ook persuasion, dat je dus eigenlijk in alles wat je in de contactmomenten die je hebt in die customer journey er al voor gaat zorgen, dat je al langzaam kleine speldenprikjes geeft in dat beslissingsproces. Ja. Waardoor uiteindelijk, als je dan zegt van oké, stel de vraag, dan is het antwoord toch wel jou. Ja, heb je dat artikel gelezen waar ik ook Marketing Facts had geschreven over Google, dat experiment waar zij... Ja, hè, dat is voor de mensen die... Ja, ja ook daarvan kun je weer discussiëren. Is dat dan goed of is het goed of slecht nieuws? Of maakt dat merk relevant of niet? En in essentie wat ze gedaan hebben, volgens mij sluit jouw artikel of jouw verhaal daar heel goed aan. Ja. Ze zeiden dus mensen laten zich in die irrationele processen door allerlei dingen beslissen. Je moet het nu kopen, anders is het op. We zijn heel erg impulsgericht. Een aanbieding, hè, dus op een hypotheek van 25 jaar van een paar ton een korting van 500 euro geven. Totaal niet relevant, maar het voelt goed. Ja. Dit is aanbevolen door anderen, et cetera, hè, de goede rating. Dus zij zeiden van je hebt dus een bekend merk, iets waarvan jij overtuigd bent dat het betere matrassen zijn en iets waar je nog nooit van gehoord hebt. Wat zij gingen doen in dat persuasion, denk ik dan, gingen ze triggers geven voor dat onbekende merk. Van je krijgt een 10 euro korting op een matras van, ik zeg maar 1000 euro. Eigenlijk dingen waarvan je weet dat ze niet echt relevant zijn. Ja. Op deze, ik weet niet, dat leg ik misschien niet goed. Dingen die voor korte termijn triggers zorgen. Dus deze onbekende matras heeft een aantal sterren. Ja. En wat bleek, zeiden zij, dat in ieder geval in dat gecontroleerde experiment. Dus het was niet echt, het was in een onderzoekssetting. Ja. Dat als je dat persuasion tactics doet, even om aan te sluiten op jouw verhaal, dat veel mensen ineens van het favoriete merk naar dat andere onbekende merk gingen. Oké, dus op die manier kun je het ook nog weer omzetten. Ja, en dan kom je dus op een heel interessant ding. Is dan de boodschap van dat artikel, eigenlijk zijn merken niet belangrijk. Als jij met een nieuw merk komt en je weet dat slim te triggeren, hè, wat heel veel partijen doen op Amazon, hè, die komen met... Chinees merk wat je niet kent met handschoenen en die doen heel veel reviews, vaak fake reviews. Maar je je zou best kunnen zeggen van wat is dan de waarde van het merk, want als dat zo te manipuleren is. Wat onderzoekers volgens zeggen is zeggen, maar van alle dingen die je kunt doen qua manipulatie of beïnvloeding of hoe je het ook wil noemen, is dat ezelsbruggetje in het hoofd, die overtuiging dat dat ene merk is echt beter dan het andere merk, is eigenlijk de beste verdediging, de beste manier waarop je kunt verdedigen. Dus Alexa zegt, Ingmar, deze batterij die krijgt een 9,8 bij andere aanbieders. Of wil je dat wakkie batterijen? Nee, doe maar echt maar Duracell. Alexa, dank je wel voor meedenken, maar ik geloof echt in Duracell. Ja. Dus het is enerzijds de beste verdediging. Ja. Je bestelt wel bij Amazon, hè? Dus je moet wel afwachten of je dan inderdaad niet alsnog wakkie batterijen. Ja. Ga maar wel eens mee zien. Ja. Dus dat maakt het super interessant, dat soort dingen. Er zijn natuurlijk ook allerlei argumenten om te noemen waarom merken misschien minder belangrijk worden. Ik denk nog steeds dat het de beste verdediging is tegen die dingen. En ook natuurlijk wat jij zegt, ik hoop dat ik het goed begrijp, hoor, wat jij net zei met persuasion. Door die triggers op die juiste momenten in die customer journey vooraf te geven, bouw je natuurlijk ook in een bepaalde mate aan jouw merk. Ja. Alleen het is heel erg korte termijn gericht. Hè? Dus in essentie, je bouwt niet echt een reputatie.
Maar ik, de vraag is inderdaad ook, wat doet het met je reputatie? Want er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden te vinden waarvan mensen echt denken, oh, die krijgen argwaan op het moment dat je daar op die manier mee omgaat. Ja, maar ik heb laatst, ben ik van energieleverancier veranderd. Ik kwam bij de Van de Bron. En wat ik daar heel interessant aan vond, is dat zij hadden al een ezelsbruggetje in mijn hoofd. Ze hadden mij al een redelijk overtuigd dat het oké was. Ja. Niet super, want ik ben niet extreem met die dingen bezig. Maar het zat in ieder geval in mijn hoofd van, oh ja, die deugen. Er zijn ook een aantal boeven. In mijn hoofd dan. Ja. Maar daarna in die journey hadden ze vanuit behavioral design, denk ik, hele leuke, sympathieke triggers om mij net even door die funnel te halen. Ja. Waardoor ik van gematigd enthousiast, mijn vriendin zei van, die moet je doen. Tot van, hey, dat is leuk. Dus ik geloof wel dat die combinatie van een sterke reputatie en op dat in die journey last minute nog een aantal hele goede triggers geven. En het is gewoon, volgens mij, wat ik heb onthouden is van, je hebt nu energie bij dit echtpaar in Drenthe of zo, of bij jou om de hoek. Sorry, niet in Drenthe, maar volgens mij was het bij mij om de hoek. Want je haalt de wind uit die. Ja. En bedankt dat je met ons meedoet. En je voelt het onderdeel van een team. Ja. Ik denk dat heel erg helpt. Hè? Waar het denk ik ook om gaat, is dat je de ervaring framed. Hè? Je hebt iets dat heet de experiencing self en de remembering self. Ja. Dus wij hebben dit gesprek. Ik ervaar nu iets met jou. Ja. En als jij straks mij een mailtje stuurt met Ingmar, ik vond het een bijzonder leuk gesprek en wat waren we een goede vibe. En dan frame jij iets in mijn hoofd. Dan kijk ik, de kans dat ik dan terugkijk aan, oh ja, wat was dat leuke gesprek. Ja. Als jij zegt van, Ingmar, dank voor je dingen. Misschien een aantal tips voor volgende keer. Je praat veel te snel, het was niet te volgen. En heb je iets over jezelf. Dan frame je dat gesprek heel anders in mijn hoofd. Ja. En dat is denk ik ook wat in dat journey in dingen zit. Ja, gaaf. Hè? Hier kunnen we echt nog een uur over doorpraten. Ja, heb jij als ondernemer nog zelf bepaalde piketpaaltjes of doelen waarvan je zegt, hey, hier wil ik nog naartoe of dat wil ik voor mezelf nog gaan realiseren? Nou, nu ben ik heel erg bezig om mezelf als de merkste tegen die digitaal begrijpt. Ja. Neer aan het zetten. Degene die er de poespas uithaalt, die het gewoon weer heel simpel en heel blokmaakbaar maakt. Daar krijg ik nu heel veel energie uit. Dus ik ben nu dus de hardloper die iedere dag zin heeft om hard te lopen. Ik hoop dat zo blijft. Ja. Dat is denk ik op korte termijn. En verder wil ik eigenlijk heel graag, ja, hoe raar het ook klinkt, en daar ben ik me door de coronacrisis wel bewust van geworden, zoveel mogelijk leven als de manier waarop ik de afgelopen jaren heb geleefd. Dus als ik op die manier door kan gaan, met alle vrijheid en inspiratie en dynamiek die erbij hoort, dan knijp ik mijn handjes dicht. Dus, leuk man, leuk. Is dat een mooi, nederig antwoord? Zeker. Het klinkt in ieder geval heel authentiek. Dus dat is, zeker. Ja. Hey Ingmar, mag ik jou bedanken voor je tijd? Mijn maag zegt dat ik nu even wat moet gaan eten, want voor degenen die nu luisteren, het is bij ons nu bijna 12:30. Dus ik weet niet hoe het jou over gaat, maar ik begin wat trek te krijgen. En mag ik nogmaals ontzettend bedankt voor het delen van je kennis. Het schrijven van je artikelen, hartstikke leuk. Leuk dat je me op die manier ook hebt getriggerd. Ja. En zoals ik eigenlijk altijd... Nou, graag gedaan. En zoals ik eigenlijk altijd afsluit, laten we contact houden. Want we weten nooit wanneer we wat van elkaar kunnen doen. Precies, sneller gebeurt dan je denkt. Zo is het. Helemaal goed. Dankjewel, hè. Tot ziens. Hoi. Super tof dat je deze video helemaal tot het einde hebt uitgekeken. Ben je al abonnee van mijn kanaal? En heb je de video ook al even een duimpje gegeven? Volg me op social media via de handle @askmatthijs of kijk eens op mijn website matthijskok.com.